We zagen de atmosfeer in de loop van de middag, met name in de zuidelijke helft van het land, steeds onstabieler worden. Stapelwolken vormden zich en boven België zagen we de eerste onweersbuien. En hoe het verder verloopt met die buien, dat ga ik je nu vertellen. Als we naar de radaranimatie kijken van de afgelopen uren, dan zien we stevige buien boven België. Die trekken langzaam naar het noorden, Brabant binnen. Ja, met name vanavond, maar ook een deel van de nacht, krijgen we in de zuidelijke helft van het land met die stevige buien te maken. Kan onweer bijzitten, hagel en lokaal ook tientallen millimeters regenwater in korte tijd. Uiteindelijk bereiken de buien ook het midden en oosten van het land. Dat zal pas later vanavond het geval zijn. En tot die tijd is het lang warm met temperaturen boven 20 graden. In het noorden van het land blijft het verder gewoon overal droog en is de temperatuur ook aangenaam te noemen. Vannacht dan trekken de buien uiteindelijk helemaal naar het noorden, nemen ook geleidelijk in aantal en in intensiteit af, maar bewolking houdt de overhand. Tegelijkertijd trekken buienrestanten van buien boven Frankrijk over ons land, en dat levert naast veel bewolking ook een beetje regen op. Koud wordt het vannacht niet, de temperatuur ligt rond de graad of 15. Morgen overdag veel bewolking als een lage drukgebiedje en buienrestanten over ons land trekken. Dat levert met name in het oosten van het land toch van tijd tot tijd regen op. Ook in het noorden van het land kan met name 's ochtends nog regen vallen. Later op de dag dan breekt vanuit het westen de zon door, maar de temperatuur die valt wel tegen als je het vergelijkt met de afgelopen dagen. Maar het is stevige wind uit het noorden tot noordwesten. Met name aan zee levert dat temperatuur op van 15 tot 17 graden. Landinwaarts, als het wat langer droog is een graad of 20. Als de zon doorbreekt, kan het ook een beetje klam worden. Maar over het algemeen zal 20 graden niet, of nauwelijks worden gehaald. Zondag lijkt dan weer een grotendeels droge dag te worden. Met name in de oostelijke helft van het land kan dan toch nog een beetje regen vallen, ook dan wat meer bewolking. Vooral een wat hogere temperatuur. Maandag en dinsdag dan blijft die storing in de buurt liggen. Dus zo af en toe wat wolkenvelden, misschien een spat regen. Maar in de dagen daarna dan is het zo goed als droog. Meer zon en vooral landinwaarts komen dan misschien weer in de buurt van 25 graden. Ik wens u verder nog een fijne dag.